Dames en heren, ik heb begrepen dat ik gewoon net zo lang moet praten tot de muziek langzaam vervaagt. Dat is al snel. Welkom allemaal hier en geweldig dat u hier bent. Als eerste heb ik doorgekregen om door te geven, geen Oscar. Oscar is in dit geval niet de prijs, maar degene die dat altijd zo mooi en goed presenteert. U zult het vanavond met mij moeten doen. Ik ben Jeroen Vullings, ik schrijf voor Vrij Nederland. En ik heb lang nagedacht, want dat hoor je te doen, wat deze laatste boeken van deze twee schrijvers met elkaar te maken hebben. De schrijvers die we zo gaan spreken zijn Gustav Peek en ergens Hafid Bouazza. Die boeken hebben niets met elkaar te maken. De schrijvers wel. Zijn beide bijzonder ongemakzuchtige, onbehaagzieke, grote talenten. Ik denk dat we daar gewoon mee moeten doen. Dus de boeken, nogmaals, er is geen noemer, maar neemt u van mij aan, het is hoge kwaliteit, dus telt u uw zegeningen. Dit was de opening. Nu zijn we toe aan het interview. We gaan meteen maar direct van stal. Met het interview met Gustav Peek. Wie kent hem niet, zou je vandaag de dag moeten zeggen. Hebben we daar misschien beeld bij? Kijk, dit beeld. Daar moet ik iets bij vertellen. Welkom Gustav Peek. Ik heb Gustav geïnterviewd voor Vrij Nederland. En dat was allemaal heel dankbaar. Maar ik weet nooit wat er dan voor foto's worden aangeleverd. Dit had ik nooit verwacht. Dit is een coverfoto. Maar ik wist wel meteen, hij wordt een ster. Kijk maar gewoon. Hij heeft het gebeenderte in het gezicht van Martin Bril. Hij heeft het pak van Tommy Wieringa. En hij heeft de dans van Michael Jackson op een bepaalde manier. En dan is hij ook nog helemaal zichzelf. Gustav, ja. Hoe was het? Hoe was dit om dit te ervaren? Toen hadden we er eigenlijk al een fotosessie op zitten van een uur of 4, 5. En toen zei hij van, we doen ook nog een paar springend. Vooruit dan maar. Dus toen dan spring je een stuk of 20, 30 keer. Maar je deed het wel met een zekere... Ja, je moet het altijd een beetje cool doen natuurlijk. Hè? Okay. Anders werkt het niet. En dat pak is mijn eigen pak. Ik had er 3 bij me en deze vond de fotograaf het meest passend. Hij zei van, ja, het is wel een beetje schrijven, maar het kan wel. Een corduroy pak. Ja. En daarna kwam De Wereld Draait Door, want dat weet u natuurlijk allemaal ook heel goed, hè? Dat boek van de maand. En opeens gebeurt er dan iets wonderlijks. Ik begreep vandaag van de uitgever dat er 16.000 exemplaren over de toonbank zijn gegaan, dus een zeer korte tijd. Dat is immens, hè, als je dat probeert voor te stellen. Dat is een abstract begrip. Dat soort dingen wordt abstract. Ik publiceer nu 8 jaar en dit is mijn 4e boek. En mijn vorige boek, mijn 3e, had het oké gedaan. Voor mijn doen 5.000 exemplaren, dat vond ik zeer keurig. Ik denk, nou, dat is iets van een publiek. Mm-hmm. En wat nu gebeurt, dat zit in het domein van de dromen. Dat kun je niet voorstellen. Daar kun je ook niet op instellen. Dus ik ben nu gelukkig en onrustig. Mm-hmm. En verguld met alles wat gebeurt. Totaal onverwacht. Werd het niet een beetje aangekondigd dat je al had gehoord van, nou, ze gaan wat zeggen op die avond? Er was via via een soort buzz. Het gerucht ging. Ja. En daar wilde ik niks van horen. En toen zei ze van, ja, er gaat vanavond misschien iets gebeuren. En toen heb ik expres niet gekeken. Dus ik heb gewoon gewerkt die avond. Mijn vrouw en ik keken naar wat foto's. En toen kregen ze opeens een e-mail binnen. En dat was iets over De Wereld Draait Door. En ik dacht van, nou, toch maar even op mijn telefoon kijken. Zut. En er was dus iets gebeurd. Mm-hmm. En dat was iets heel vrolijks. En de volgende ochtend heb ik bij mijn uitgeverij champagne gedronken. Ja, mooi. Want dat houdt het blijkbaar in. Ja, wat het ook inhoudt is dat opeens in allerlei boekhandels, niet alleen jouw boek, maar alle genomineerde boeken, in hoog opgetaste stapels liggen. Opeens is het overal aanwezig. Ja, ook bijvoorbeeld in een Bruna, dat soort winkels waar ik nooit heb gelegen. Dat is op stations en zo. Ik over het algemeen lag ik in de betere boekhandel, zoals dat heet. Ja. In keurige stapeltjes van 2.
Die je dan sterk in de gaten houdt. En misschien zet je af en toe een exemplaar nog zo neer. Ja, dat doet mijn agent gelukkig altijd. Toen we elkaar spraken, we hebben elkaar ontmoet. Ongeveer een maand voor je boek uitkwam. Toen was je euforisch. Mm. Je wist dat het zou gaan gebeuren. Yes. En tot mijn verbazing was je daarna eigenlijk wat mat. Je leek al wat afstand te hebben genomen van het boek. Ja. Ja. Het was de wereld in gegaan. Je had al een paar hele mooie recensies gekregen. Klopt. Dus. Dat is blijkbaar zoals dat bij mij gaat. Mm-hmm. Ik gaat enorm veel energie in zo'n boek. En als het dan is, dan is er een soort explosie, een grote ontlading. En, maar dan wordt het ook wel echt tijd om afstand te nemen. Dan... alsof de personages, dat zijn op het moment zelf, je maakt een reis, je ontmoet mensen op die reis, en dat worden tijdens die reis je allerbeste vrienden. Maar als die reis voorbij is, dan wordt die vriendschap ook niet voortgezet. We're not keeping in touch. En dat heb ik met mijn boeken. Ik ga weer door. Ik moet weer iets anders meemaken. Nu sla ik het boek af en toe open en dan denk ik van, het is ongelooflijk dat ik dat heb geschreven. Zo ver gaat het nu al wel. Ja. Wat het wel heel leuk lezen maakt daardoor ook, hoor. Dat, dat je denkt van, wauw, wat pof. Niet eens zo slecht. Nee. Ik noemde je net in mijn introductie een ongemakzuchtige, onbehaagzieke schrijver. Dat zou je maar gezegd worden, maar volgens mij klopt het wel. Hoe ongemakzuchtig was dit boek voor jou? Het achterste voren vertelde liefdesverhaal. Ja, het is... Ik weet niet, in mijn hoofd ben ik waarschijnlijk gemakzuchtig. Ik ben in mijn hoofd, als ik schrijf, zeker behaagziek. Maar ik snap ook dat de lezer die ik wil behagen, dat een zeer... singulaire figuur is. Wat bedoel je daarmee? Nou ja, dat is geen algemene lezer. Ik denk, de ideale lezer voor wie ik het schrijf is in de eerste plaats echt van een afsplitsing van mijzelf. En dan wil ik mezelf verrassen. Mm-hmm. Dus ik moet mezelf. Dus als ik mezelf weet te verrassen, dan behaag ik mij. Dat misschien voor buitenstaanders onbehaagziek lijkt. Ja, dat snap ik. Mm-hmm. Dat snap ik. Maar ik denk dat als je dat gevecht, dat spel, als je mijn werk aangrijpt en als je daar probeert in te duiken, dan krijg je meer, denk ik altijd. Ik vraag meer. Wat is dat meer precies? Meer alles eigenlijk. Dus... Ja. Meer taal, meer motief, meer thema. Meer seks? Als ik het ergens over heb, dan heb ik het ergens over. Het is geen functioneel naakt of zo. Ik dacht van, nou, ik ga het hebben over een man en een vrouw. En die ga ik hun hele leven volgen. En die vrije, dat heeft een rol. Dat is meer dan een motiefje, dat is een thema. Mm-hmm. Dus dan moet ik het daar ook serieus over hebben. En ook omdat seks meer bijvoorbeeld dan geweld... vereist gewenning. Je kunt het niet één keer beschrijven. Je moet, tenminste, ik wilde de lezer het idee geven, dit telt, dit is werkelijk iets. En hou het in de gaten. Elke keer als ze vrijen, is het weer anders. Communiceren ze weer iets anders naar elkaar. En dat hele verhaal wilde ik kwijt, dus dan geef ik het ook. Je hebt die personages, die twee personages, het is een liefdesgeschiedenis, hè? Godin Held. Die gepassioneerd elkaar vinden, laten we het dan maar zo eufemistisch zeggen. Die heb je geen bestaan gegeven waarin ze elkaar iedere minuut zien. Ze moeten het hebben van semi-geheime ontmoetingen. Ze hebben allebei een ander in hun leven. Ja. Dat is dan geen probleem, daar hoeven we het niet over te hebben. Maar waarom eigenlijk? Ik wilde iets betrappen en ik wist van tevoren nog niet wat. Ik wilde iets. Ik was op zoek naar iets van, wat is het nou? Wat is je intimiteit? Verliefdheid, waar zit hem dat in? Waarom houdt het hier stand en daar niet? Dus ik ging echt op zoek naar, ik wil niet zeggen de puurste vorm,
Maar ik moest op zoek gaan naar die momenten waar ik het kon betrappen. Mm-hmm. En toen kwam ik bij deze personages en dit is wat ze deden. Dit is zoals ze die relatie inrichten. De verbeelding, ik wist van tevoren wel, van als ik het over verliefdheid ga hebben, dan gaat de verbeelding een enorme rol spelen. Het is, zonder dromen raak je niet verliefd. Je stelt je er van alles over voor en van alles bij voor. Dus ik moest het ook enigszins uit het concrete trekken. Oftewel, de dagelijkse dingen. Als ik dat wilde beschrijven, dan kwam ik in het domein van de relaties. En daar was ik minder naar op zoek. Ik wilde echt op zoek naar die vonken van verliefdheid. Mm. En die zijn alleen te krijgen eigenlijk als er geen relatie aan verbonden is, of zo'n relatie waarin je elkaar... Ik denk dat die vonken het meest ontstaan en het meest blijven oplichten als mensen op een bepaald moment hetzelfde kunnen dromen. Er wordt heel veel in gevreeën in dit boek, maar er wordt ook heel veel in gelezen, in gedroomd, in gemijmerd. Dat is even belangrijk. Het een niet zonder het ander. Zodra ze vrijen, dan gaat de droom over in de daad. En dat is een magisch moment. Mm-hmm. Als we iets in ons hoofd hebben voorgesteld, dat wordt concreet. Is dat niet het meest wonderlijke wat in een mens kan, wat in een mensenleven kan gebeuren? Het zijn dus eigenlijk vluchtige momenten. En als om dat te tonen, daar hoef je het niet mee eens te zijn, dat wordt dan meer mijn interpretatie. Het begin van het boek eindigt eigenlijk met de dood. Jazeker. En er wordt behoorlijk oneerbiedig gesold met het lijk van de vrouw, die we in het boek steeds meer zullen leren kennen als iemand die eigenlijk, we leren haar als oud kennen, we gaan terug naar haar jeugd en we leren haar steeds mooier eigenlijk kennen. Mm-hmm. En dat is het dan eigenlijk. Dat is wat van ons bestaan rest. Dat er met je kist gesold wordt. Dat er een aantal handelingen bij plaatsvinden die ook niet helemaal door de beugel kunnen op een bepaalde manier. Ja, dat is. Maar dat is wel wat er overblijft. Ik krijg dat maar niet mooier. Het is heel mooi. Maar het meest verbijsterend vond ik. Ik had een heel ander beeld van jou als schrijver. Je hebt hiervoor 3 andere romans geschreven. Mm-hmm. En ik vond je zo'n schrijver die de luiken openzet, die de buitenwereld omarmt, die het verleden omarmt, die de geschiedenis omarmt. Mm-hmm. En opeens komt dit boek dat ik volstrekt niet, daar ben je schrijver, je kon het volstrekt niet voorspellen. Nee. Een heel erg intens boek gericht, je noemde het zelf net momenten, op iets dat je wilt betrappen, dat je wilt vangen. Hoe kwam het eigenlijk dat je dat ging doen? Boah, ja, dat is heel moeilijk. Eigenlijk elk van mijn boeken is onvoorspelbaar en daarmee bedoel ik mee dat als een boek klaar is en ik kijk terug, denk ik van, die zag ik niet aankomen. Ik neem me allemaal dingen voor, ik stel me er van alles bij voor, ik maak allemaal plannen en aantekeningen, maar dan moet ik nog maar zien wat het gaat halen. Dit had eigenlijk een heel simpel idee. Ik had 3 boeken geschreven die konden soms flink uitwaaien. Veel personages, veel perspectieven. En veel korte zinnen ook. Kortere zinnen, ja. Veel heftige chronologieën. En ik dacht van, ik hou het nu bij 2. Mm-hmm. Ik hou het klein, tussen aanhalingstekens. Ik wil een wat klassieker verhaal vertellen, dus ik wil iets chronologisch vertellen. maar ik had er wel door, ik had al meteen door, ik wil beginnen bij het eind. Mm-hmm. Dus als ik iets chronologisch wil vertellen, dan heb ik geen keus. Dan moet ik van het eind naar het begin gaan. En in mijn hoofd waren dat hele mooie, keurige piketpaaltjes. Ik denk, nou, als ik het daar tussen kan houden, dan kom ik al een heel eind. En dan ga je schrijven en dan ontstaan die personages en die leiden je. Neem je mee. Dan ben ik ook redelijk weerloos. Uiteraard zijn het mijn creaties. Maar die zorgen er wel voor dat ik vele pagina's aan aantekeningen op een gegeven moment niet meer kan gebruiken. Want zo zijn ze niet. Zo zouden zij het nooit doen. Worden dat dan, ja, je zegt het zelf, hè, de schrijver als intermediair. Ja. Je personages gaan je leiden. Worden het stemmen in je hoofd? Het worden stemmen in je hoofd. En mijn opdracht wordt dan om die mensen recht te doen.
Hoe ze ook zijn, wat ze ook doen, ik moet ze recht doen. Ik moet ze rechtvaardigen. Corrigeren ze je ook? Ja, ze kunnen mijn vaststaande ideeën, mijn vooroordelen, kunnen ze corrigeren. Mm-hmm. Ja, dus dit is, het stuitert nogal in het hoofd als ik hier aan werk. Maar ja, dat doe ik al mijn boeken lang. Dat dit boek wat monomaner lijkt, heb ik niet echt een rationele verklaring voor. Dit was gewoon het boek dat nu moest. En zoals al die andere boeken ook moesten. En er was geen toekomst als niet eerst die boeken af waren. Dat is ook omdat ik altijd weer een ander boek wil schrijven. Mm-hmm. En ik weet, elk boek brengt mij weer verder. Elk boek heeft zijn tentakels naar een volgend boek. Ik had in mijn derde roman, ik was Amerika, daar zat voor het eerst een echte romance in. En dat was de kiem voor dit boek. En ik weet zeker dat waar ik hierna aan ga werken, daarin voel je waarschijnlijk al wat voorwerk in Godin Held. En dat voorwerk voor wat? Dat wordt weer een roman, daar begin ik nu nog niet aan, maar ik ben nog wel aan het nadenken, af en toe aan tekeningetje. Ik moet nog heel veel lezen en dan weet ik weer meer. Mm. Je bent nu opeens in het echelon terechtgekomen van de schrijvers die gezien worden in Nederland. En dat je kunt kwalitatief gezien worden, dat werd je al bij je vorige boeken, een BNG-prijs gewonnen. Maar je bent ook gezien door het grote publiek. Er is een andere schrijver, Peter Buwalda, die heeft een of ander ergens een academisch verhaal gehouden, waarin hij eigenlijk dat hele verhaal mijmert over wat je moet doen. Je hebt nu een publiek veroverd. Ga je het zoals Hans Münsterman destijds deed, wegjagen door een extreem andere publieksonvriendelijke roman te schrijven, omdat het moet? Of ga je dan toch denken, nou ja, maar ik moet misschien toch ook wel weer een liefde doen? Dat soort overwegingen. Ja, nou ja, Buwalda's overwegingen, die snapte ik heel erg. En ik zou het volgens mij veel verwarrender hebben gevonden als dit mijn eerste boek was geweest. Maar zoals de Amerikanen zo prachtig kunnen zeggen, this ain't my first rodeo. Ik heb er nu vier. Ja. Ik sta als schrijver. Ik beheers mijn vak. Mm-hmm. En dan is het aan mij wat ik ga doen. En alleen aan de schrijftafel word je ergens afgeworpen. Dat is het enige wat het toe doet. Ja, dit is fijn voor mij als als carrière-auteur. Dit is erkenning is fijn. De extra inkomsten zijn fijn. De nieuwe verstandhouding die je aangaat met nieuwe lezers, dat is fijn. Maar met al die dingen ben ik gewoon niet bezig als ik schrijf. Dan heb ik het veel te druk met zinnen, alinea's, hoofdstukken, dat soort zaken. Mm-hmm. Je bent ook een van de weinige schrijvers die voor het hele klassieke schrijverschap gekozen hebben. Dat bestaat er altijd uit dat je dan een minimaal baantje hebt, vaak nachtportier ergens, want je gaat je verder, al je kostbare tijd ga je dan besteden aan het schrijven. En als het even kan, helemaal dan geen baantje, want dat leidt maar af. Maar zo is het wel goed gekomen op een bepaalde manier. Had je een bepaald beeld van, je had ongetwijfeld een beeld van dat je wilde schrijven, dat je een oeuvre wilde in je kast wilde hebben, voor dat van jou is. Ja. Maar had je ook een beeld van het leven dat je erbij zou leiden? Toen je begon, want je bent zo begonnen, vergeet ik te zeggen. Toen ik begon, had ik ik was altijd geïnteresseerd in schrijvers en hoe ze het deden. Dus ik heb altijd een heleboel schrijversbiografieën gelezen. En wat daarbij naar voren komt, is ze doen hun beste werk als ze een figuur zijn achter een tafel. En zo zag ik mijzelf concreet. Een solitaire figuur achter een tafel. En that's it. Dus in die eerste jaren probeerde ik dat ook zoveel mogelijk te creëren. Dat ik een solitaire figuur was
achter mijn tafel. Mm. En dat werkt. Mm. Je zit, er is geen uitweg. Je moet iets doen. Je komt er ook meteen achter wat niet lukt. En dan moet je gaan proberen wat wel lukt. En dan moet je bijleren. Je moet bijlezen, bijdenken, bijkijken. En dat het is gelukt heeft ook te maken met koppigheid. Ik had mezelf ten doel gesteld van, nou, ik ga nu beginnen met schrijven. Ik was 24, klaar met studeren. En ik dacht van, nou, binnen 6 jaar een uitgever, dat ga ik proberen. En ik begon in 1999 en ik had mijn eerste lunch met een uitgeverij in 2005. Dus het was 6 jaar. Het was close. Op de val, ja. Overigens wist ik ook al van, ja, als dit allemaal niet lukt, ik kan niks anders meer. Ik heb mijzelf al te vreemd gemaakt voor het reguliere leven. Nou, dan hebben we nog een schrikbeeld. Dat is Geert de Meijzing, die, ja, hoe oud zal die zijn? Zo tegen de 60 lopend. Ja. Zoiets van, ja, waar ben ik in godsnaam schrijver geworden? Ik had zo'n leuk leven kunnen leiden. Met veel geluk en materieel beter. En ik was niet in die vreselijke wereld terechtgekomen met recensenten. Ja, zo zie je het niet. Nee, deze wereld maakt mij gelukkig. Ik ben gelukkig als schrijver. Ik ben dankbaar dat ik mag schrijven. Dat ik mezelf zo mag uiten. Dat ik zo mijn weg kan vinden, kan communiceren met vreemden. Mm-hmm. Dit vult mij. Mm-hmm. En daar zitten recensenten bij, maar als die je werk bespreken, zelfs als ze lullig zijn, dan hebben ze zich toch even tot jou verhouden. Ja, dat als ze het maar gelezen hebben. Dat is voor mij het belangrijkste, ja. Zodat ik er nog eentje kan schrijven. Ja, dit is voor mij, dit droomde ik en nu doe ik het. Ik zit hier nu naast jou, mijn boek verkoopt. Het is what's not to like. Ga ik blozen. Ja. Maar je had helden, weet ik. Je had Hemingway in jouw huis. Dat mogen we dan misschien wel onthullen. Ik vind toch, nou, ik schat en ik ben bescheiden. Zo'n 6 meter met Hemingway en boeken over Hemingway en zo. En hoe verhoud je nu tot je helden? Mijn doen helden? Die er minder toe? Nee. Die moeten nog altijd. Die stuwen mij, die geeselen mij, die kijken heel streng op mij toe. Omdat ze er zijn, omdat ze geweldig werk hebben gemaakt, ja, voelt het alsof ik niet mag achterblijven. Want zij kunnen genadeloos mijn falen aantonen. Ik moet mijn best doen. Je zei in het begin van het gesprek dat jij was eigenlijk degene die je wilt behagen, als ik het goed parafraseer. Zo, ja. En meestal hoor je dat er iemand op je schouder zit. Wij als schrijvers spreken over hoe ze schrijven. Iemand zit op de schouder, ja, een soort vlees geworden erkeninstantie, ja, die kijkt, ja, of het goed is. Ja. En zo spreek je ook net weer niet over Hemingway. Dus nee. Het is niet dat ome Ernest op mijn schouder zit en me af en toe drank geeft. Nee, dat is. Ik denk de laatste zelftest die ik altijd doe is de zin hardop. Die is vaak genadeloos. Die onthult vaak waar het misgaat. Let je dan op ritme of op het juiste woord? Of? Alles. Ja. Het moet goed klinken. Ik denk dat ook een beetje mijn achtergrond is vanuit de poëzie. Wat ik een paar jaar heb geschreven. Maar ook de boeken die ik goed vind. Trek er maar één uit de kast. Die kun je gewoon keurig hardop voorlezen. En het klinkt als een klok. Mm-hmm. En dat is gewoon het teken van goed werk. Mm-hmm. Om helemaal een blauwdruk te geven van de ideale lezer, dat weet ik niet. Ook omdat ik altijd in gevecht ben. Dus maar nu ga je ze ontmoeten. Hè? Er komen nu natuurlijk boekhandeltournees. Je gaat de Isa Hoeskant op, in die zin natuurlijk. Hè? Dus dan, je zult lezers ontmoeten. En die zeggen, als ze al niet zeggen voor die en die daarom, dan zullen ze zeggen wat ze van je boek vinden. Ja. Zie je dat tegenop? Ja, nee, dat heb ik gelukkig na mijn vorige boek al een beetje meegemaakt. En mensen zijn zeer aardig altijd. Ik heb nog nooit gehad dat is een goed antwoord, dat iemand naar me toe kwam en zei,
Wat een trash, wat een kul. Ik haat je, waar is mijn 20 euro? Ja, het is wel veranderd. Het klimaat is wel veranderd. Er zijn boekhandels die nu al niet goed geld teruggaranties bieden. Echt, kan er zo iemand met een boek komen? Ja, dus, nou ja, ja dat kan. Kijk, wat fijn is, ik word nu wat meer gelezen, ik word wat meer verkocht. En zullen redelijk wat mensen zijn, misschien kleine volksstammen, die zeggen van, wat is dit? Dit had ik er niet bij verwacht. Dit is, ja, er staat seks in, maar er staan ook andere dingen in. Maar, dus ik, dat mag. Dat mag. Dat is goed. Waar ik het meest naar uitkijk, zijn die mensen die het openslaan en denken van, wat is dit? Mm-hmm. En dat toch nog een bladzijde geven. En nog een bladzijde. En nog eentje. En aan het eind misschien denken, wat een raar, vreemd boek. Maar er dan toch nog een nachtje over moeten nadenken. Ah, dit is natuurlijk een hele curieuze vraag bij een schrijver die aan het begin van de bloei is van zijn oeuvre, van wie we nog ontzettend veel kunnen tegemoet gaan zien. Dat is een rare zin. Ja. Maar in ieder geval, er zullen misschien ook wel, zoals jij dat had met Miller, dat je dat boek leest, denk ja, dit is het, zo kan je dus uitdrukken. Ja. Zullen er nu mensen zijn die denken, ja, die Peek, je creëert in feite enorm veel concurrentie zo. Ja. Nou, nee. Als iemand dit ooit zou oppakken en ze denken van, wauw, dit stuurt, dit inspireert, dan heb ik een van mijn taken als schrijver verricht. Mooi. Dat doe ik ook. Ja. Hoop ik. Zou jij een stukje kunnen voorlezen op de manier waarop je vindt dat het moet klinken? Ik hoor mijn stem in mijn hoofd. Dus zo. Zoveel mogelijk. Maar het is. Ja, nee, het is goed. Wauw, te gek. Vijf druk. Dit was toch mijn eerste. Dit, nee? Nee, nou ja, het gaat nu heel snel. Kijk, en, ik ben toch al onder indruk. Wauw. Anyway. Ik begin gewoon bij het begin. Pagina of wat is het? Anderhalf of zo? Eentje? Ik denk iets korter. Okay. Gezien de met doogeloze. Nee, maar ik zou dolgraag willen dat we hier gewoon tot diep over alles zouden voorlezen. Maar met doogeloze planning hier. Oké, is goed. Ik begin gewoon bij het begin. Bij 50. Het was een van die nieuwe plekken. Gebouwd als een kerk, even buiten de stad, in een elleboog van de snelweg. Donkere ramen die te hoog begonnen om naar binnen te kijken. Wit pleister en een dunne, platte toren. Hekken om mensen weg te houden van de achterkant. Er waren geen vogels, want er waren geen bomen. Ze lag aan het einde van het middenpad. Foto's van haar jeugd tot haar latere jaren versprongen op het scherm boven haar kist. De man bij het gordijn keek op zijn horloge. Er kwamen nog steeds mensen binnen, hij zou nog even wachten. Hij oefende zijn woorden, probeerde niet te prevelen. Iedereen zat verspreid als bezoekers in een bioscoopzaal. De stoelen waren hard en simpel in ruime rijen opgesteld. Af en toe blies zonlicht de kleuren van de hoge ramen naar binnen. Sommige mensen schoven enkele plaatsen op, omdat ze niet in de verblindende baan rood of blauw wilden zitten. Het was tijd. De deuren gleden dicht. Hij ging achter de katheder staan en heette iedereen welkom. Hij noemde voor de eerste keer de naam van de overledene. Altijd belangrijk, ingrijpend. Niemand anders zou die middag spreken. Het was een brief. Een liefdesbrief. Zeker niet het meest exotische dat hij ooit had voorgelezen, maar ook niet gebruikelijk. Dit was een plek van tijd, niet van het lichaam. Zelden stierf een geliefde. Er was altijd een vader of moeder dood, iemands kind of vriend. Gesnik om herinneringen zonder hitte, om spijt. Opluchting had hij ook meegemaakt. Hij had de brief licht herschreven. Enkele ongepaste passages had hij geschrapt. Het aantal vermeldingen van haar naam had hij gereduceerd. Mooi. Prachtig. Ja, moet ik wel klappen. Een laatste vraag, want we zijn toe aan een volgend onderdeel helaas. Je bent wat verwijderd geraakt van het boek, ondanks het feit omdat het af is, omdat het de wereld is ingekomen is. Je geniet nu van alles wat er nu gebeurt. Wat was datgene dat je echt het moeilijkst vond in het boek om te schrijven? Ik
Oeh, dat is een goede vraag. Dat is een goede vraag. Het moeilijkste. Ik heb er één. Ik denk dat waren uiteindelijk die passages, die jeugdpassages, die waren zwaar. Die waren zwaar. Die had ik ook gewoon uitgesteld. Ik was ook bij het einde begonnen, omdat dat ik niet goed kon zien hoe deze man en vrouw, hoe Marius en Tessa waren toen ze jong waren. Dat zijn de meest idyllische passages eigenlijk, hè? Ja, maar dat was voor mij het allermoeilijkste. Ik ben blij dat het is gelukt. Maar dat is het hoofdstuk, de sectie waar ik het meest over heb getwijfeld, waar ik het meest aan heb geklooid. Mm-hmm. Ik vond dat zwaar. Ik weet niet waarom dat is. Misschien heeft dat iets te maken met mijn eigen jeugd. Maar ik vond het makkelijker toen ze nog wat ouder waren. Mm-hmm. Ben je ook daadwerkelijk in die chronologie gaan schrijven zoals je nu het boek leest? Ja, klopt. Dus je begon met de dood en je ging steeds verder terug. Ja. Nee, ja, dat was mijn plan en daar hou ik me dan over het algemeen wel aan. Ja, dat begrijp ik. Maar waarom deed je het eigenlijk? Waarom was dat de manier waarop je ze het meest recht deed? Omdat ik na elk hoofdstuk ze weer beter leerde kennen. Elk hoofdstuk wees me weer de weg naar het volgende hoofdstuk. Mm-hmm. En zo bleef ik heel dicht bij deze twee. Bij elke stap was ik erbij, stuurde ik hen, stuurden ze mij. En zo kwamen we langzaam bij het eind. En aan het eind had je de kiem van de schoonheid in handen. Denk ik. Ja, wie weet. Dankjewel. Jeroen, dank je. Dames en heren, dankjewel. Gustav Peck. Dan zijn we nu toe aan de literaire agenda. Een vast onderdeel hier. Dat komt erop neer dat we ze op dit scherm evenementen zullen zien. Die zullen plaatsvinden, Deo Volente. Om te beginnen, het Lezersfeest Rotterdam op 8 november. Dat is een jaarlijks evenement met optredens van heel wat auteurs en een bal na, voor de liefhebbers daarvan. Dit jaar is er onder andere Tatjana de Rosnay, Sanneke van Hassel, Adriaan van Dis, Herman Koch, Midas Dekkers en Toon Tellegen. Locatie is de bibliotheek, Hoogstraat 110, aanvang 8 uur in Rotterdam. En u kunt meer info krijgen op de site www.bibliotheek.rotterdam.nl. Zijn we toe aan het tweede evenement, waarvan ik nog nooit gehoord had, moet ik bekennen. Dat heet het Poëzie, Bordeels, Suprême, Soirée en Mad Hatter's Tea Party. Dat moet ook plaatsvinden in Antwerpen op 8 en 9 november. Wat kunt u daar verwachten? Daar geven dichters als courtisanes van het woord, ik citeer, courtisanes van het woord, in privélezingen hun meest intieme delen, daar bedoelen ze woorden mee, bloot aan lezers. En daar kunt u dus heel intiem meemaken. Maud van Houwaard, Stijn Franken en Lies van Gassen. Locatie Huis Happaard met AE, Happaardstraat, weer met AE, 25, aanvang 8 uur, 8 november. En aanvang 2 uur op 9 november. Dit is ook heel belangrijk dat we dat goed zeggen, want het wordt allemaal via de livestream vastgelegd voor de eeuwigheid. Dames en heren, meer info op www.facebook.com/poëziebordeel. Ik heb het gedaan. De volgende, evenement 3. We zijn toe nu aan het bruisende Almere. Schrijversblok met dan CK in Almere op 9 november. Vierde editie alweer van een festival waarbij 20 schrijvers voorlezen uit hun werk in 20 particuliere woningen bij de mensen thuis. Met onder andere Leon de Winter, Suzanne Smit, Hafid Bouazza, Kees van Beinem, Ellen Dekwits, Thomas Heerma van Volsten, Ernest van der Kwast. En die ontmoet je gewoon dus bij mensen thuis. Je hebt dan ook een hoog gluren van de buren, bij de buren gehalte. Info www.schrijversblok.nl. En dan, die kent u allemaal,
Crossing Border Festival Den Haag 13 tot 16 november. In deze stad interpreteer ik. Internationaal Literatuur en Muziekfestival met onder andere Antonio Lobo Antunes. Die kan ik u van harte aanbevelen, een van de grootste Portugese schrijvers. Verder Erwin Mortier, Esther Gerritsen, Ian McEwan, John Kalman Stefansson, Paolo Giordano, Stefan Hertmans, Sarah Waters, maar ook Henny Vrienten van Doe Maar. En veel meer natuurlijk, hè, want natuurlijk allemaal schrijver onrecht. Locaties: Koninklijke Schouwburg, Nationale Toneelgebouw en festivaltent La Gaiola. Info www.crossingborder.nl. De vijfde. Wintertuin Festival Nijmegen, 27 tot 30 november. Het is een jaarlijks literair festival, dit jaar met als thema de ontmoeting tussen literatuur en muziek. En daar ontmoet u Arthur Japin, Ilja Leonard Pfeiffer, Bert Wagendorp, Jaap Robben en Hanneke Hendricks met een X. Diverse locaties. Info www.wintertuin.nl. Er wordt krankzinnig veel georganiseerd allemaal. Het gaat namelijk nog door. We zijn nu toe aan het slotfeest Nederland leest. Dat gaan we zo zien op dit scherm. En dan zien we nog even Benny Jolink, die u ook nog kon ontreffen daarnet. Slotfeest Nederland NL in Dordrecht, 29 november. Dat is een feestelijke afsluiting van de campagne Nederland leest. Rond de roman Een vlucht regenwulpen, die ik nog voor de lijst ooit heb gelezen, van Maarten het Hart. Met onder andere Maarten het Hart, Mensje van Keulen, Herman Brusselmans en, altijd leuk, Redmond O'Hanlon. Locatie Schouwburg Kunstmin, Sint-Jorisweg 76, aanvang 4 uur. Info www.nederlandleest.nl. Dan zijn er nog de late night, dat is natuurlijk het belangrijkste. De volgende editie, die wordt tamelijk spectaculair. A, omdat die plaatsvindt op 5 december. En dat is een beladen datum, zoals u weet. Dus ik ben benieuwd of deze mensen daar antwoord op hebben. Want je moet je, hoe het ook is vandaag de dag, je moet je bepalen tot het Sinterklaasfeest. Zouden A.L. Snijders, Fred Papenhoven en John Schorel dat wel doen? Nou, ik wil er graag bij zijn. Dit waren de festivals. Even een blik op een paar boeken die ofwel op verschijnen staan, ofwel net verschenen zijn. En dan hebben we het net over een paar weken. Okay. Rebecca Bremmer bij Querido, De evolutie van een huwelijk. Adriaan van Dis, Ik kom terug, Atlas. Hij is ook bij Brands met boeken zondag. Jeroen Brouwers, Het hout, Atlas Contact. Nausicaa Marbee, Smeergeld, Prometheus. Christian Weitz, De linkshandige, dat verschijnt de 11e. Bij de Arbeiderspers. Dank u wel. Gaan we door met ons schema. En dat gaat nu, ja, prachtig, want ik verheug me daar enorm op. Ik zie hem niet, even niet, maar we gaan nu naar muziek luisteren. En de muziek is gemaakt door Goslink, die al die, ik weet niet hoe die het doet, maar hij heeft het gedaan, al die instrumenten zelf gemaakt heeft. Hij gaat 3 nummers ten gehore brengen en we zijn nu even stil. Dank u wel. Dit is mijn gitaar die ik heb gebouwd uit fruitkistjeshout, een deurdrempel, potloodje van de Hema als brug, mooie stropdas. Ik hou van mooie stropdassen, maar ik draag ze niet. Ik hou niet van stropdassen dragen, die belanden alles in de gitaar. Eerste liedje wat ik ga spelen is Iyanaki. We zitten hier vriendelijk en beleefd, jij vertelt me wat, hoe je hebt geleefd en slechts één ding spookt me door het hoofd bij het serveren van een kaki. Hoe ben jij, Inaki? Dat boek van die en die, nee, veel lezen doe je niet, oh, werkelijk ging je daar naar school en hou je zo van boerenkool, droom je van een eigen zaakie. Hoe ruik jij, Inaki? La 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 la, la 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 la, la 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 la.
Lippen waar je ijs mee breekt, ogen waar je mee spreekt, handen o zo verfijnd, je aanwezigheid waarmee de tijd verdwijnt, een fractie slechts van wat me raakt, het liefst knuffel ik je naakt. Inaki. La 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 la. Dank u wel. Volgende liedje ga ik spelen op mijn gitaar. Wat ik heb gebouwd van een boek. Dat leek me wel toepasselijk voor vanavond. Ik had ooit een idee om een gitaar te bouwen van een boek. En eigenlijk moest ik meteen denken aan de Bijbel daarbij. Maar toen ging ik naar de boekhandel. En daar vond ik dit boek, The Illustrated Directory of Guitars. Dus dat leek me eigenlijk het ideale boek daarvoor. Ik heb het aan de zijkanten dichtgesmeerd met boekbinderslijm. Ik heb de kaft eraf gehaald. Ik heb het binnenwerk eruit gezaagd. Mochten hier nou boekliefhebbers zijn die denken van wat een schande. Alleen het restwit is in de gitaar blijven hangen. Want hij moest dus hol worden, hè? Daarom ging ik het eruit halen. Maar het boek zelf is nog prima te bekijken en lezen. Ja, de Illustrated Directory of Guitars. Ik ga een liedje spelen hierop. Dat heet Ik Rach Maar Door. Het is net of ik hier met mijn tweeling sta. Mijn hart dat klopt en klopt maar door, soms is er echt geen gehoor. Ik denk dat ik maar door, ach zo lang mijn hart maar kloppen mag. Ik strompel vrij, pieker en lach, zo ga ik door tot op een dag. Zo gaat het leven voort en voort, een tapdanser op een koord. Denk dat ik maar door, ach zo lang mijn hart maar kloppen mag. Strompel vrij, pieker en laag, zo ga ik door tot op een dag, Dank u wel. Dat werd bijna even een mooi ritme met die klikkende camera's gecombineerd. Dit is een gitaartje wat ik heb gebouwd voor het televisieprogramma Het Klokhuis. Die belde mij op om te vragen of ze een aflevering mochten maken over alles wat ik doe eigenlijk. En toen zei ik ja. Ik schilder ook nog hiernaast. Ik bouw eens instrumenten, maak liedjes, maar ik schilder ook. En ik heb even toestemming gevraagd, maar ik mag ook even een heel klein mijn cd'tje eventjes iets over vertellen. Het is namelijk een cd die heet Stil Leven. De achterkant van het cd'tje is een voorkant van een schilderijtje van mij, een stil leventje. En voor de goede observator bevinden zich er twee vrouwenborstjes tussen het fruit. De voorkant van het cd'tje is een achterkant van een schilderijtje. Snapt u het nog? Ja. Ik snap het zelf soms ook niet meer. Er zit ook een echt plakhaakje aan, dus je kan het schilderijtje ook echt aan de muur hangen.
En verder zitten binnenin foto's van de instrumenten, een boekje met teksten en schilderijen. En ook nog een cd waar dus liedjes op staan. Heel snel eventueel ook nog kinderliedjes die ik heb gemaakt voor Museum Boijmans van Beuningen. Bij werken uit de vaste collectie met afbeeldingen, teksten en liedjes. En nu dus het liedje op mijn, mocht u geïnteresseerd zijn, €15 zijn ze bij mij verkrijgbaar. Deze gitaar, ja, klokhuis, broodtrommeltje, vroegen ze in de aflevering of ik daar ook een gitaartje van kon bouwen. Dat heb ik dus gedaan. En mocht u geïnteresseerd zijn, kunt u het altijd nog terugkijken. Ik ga een liefdesliedje spelen. Ik ben bang dat ik buiten mijn tijd... liefdesliedje. Jij brak mijn hart, ik brak jouw nek. Een eerlijke ruil, ik ben echt niet gek. Jij boorde mijn hoop de grond in, ik boorde een gat in jouw hoofd. Jij nam de benen, ik nam de romp. Jij brak mijn hart, ik brak jouw nek. Een eerlijke ruil, ik ben echt niet gek. Instrumental break. Jij liet mij links liggen, ik legde jou om. Jij liet mij schieten, dus schoot ik op jou. Ja, ik ben soms wat hard voor wie solt met mijn hart. Ik brak jouw nek in ruil voor mijn hart. In ruil voor mijn hart. Dank u wel. Dankjewel, Goslink, voor de prachtige muziek en het zicht op die mooie instrumenten. Fascinerend. Waar is Hafid Bouazza? Net zagen we hem nog, want we gaan hem nu zo ontvangen. De spanning stijgt en daar komt hij met fluwelen tred. Hey. En we hebben beeld erbij natuurlijk, hè? We hebben natuurlijk ook het beeld op deze schrijver, maar ja, we gaan kennelijk ook achterstevoren vertellen. Dit is jouw laatste grote roman geweest, Mary Zwin. Dit is mijn laatste roman. Ja, laatste roman. Dat werd uitbundig gepresenteerd. Ik geloof dat dat de presentatie der presentaties was bij uitgeverij Prometheus. Ook de hele tuin was bezet. En wat me opviel was dat je werkelijk de hele wereld kende. Je had Herman Pleij, volgens mij zag ik Frits Bolkestein, maar je had ook de roze microfoon van Geen Stijl. Je had allerlei, Hans Steven maakte grappen in de tuin. Je had ze allemaal. Nou, Frits Bolkestein heb ik niet persoonlijk uitgenodigd. Hij wou maar... niet wegblijven. Ja. Nee, maar Hans Steven ken ik al lange tijd. Wat grappig is met Hans Steven bijvoorbeeld, is dat ik hem... Alleen, we komen niet bij elkaar over de vloer. Het is altijd op straat. En dan gaan we wat drinken en dan praten we uren. En af en toe bel ik hem op of hij belt mij op. Naar aanleiding van een artikel of een interview van hem. Mm-hmm. Dus dat is... En ik vind hem ontzettend grappig. Ik vind hem een groot kunstenaar. En, en Herman Pleij... Ik ben een groot bewonderaar van... Hij hield een toespraak, van, Herman Pleij, waarin hij al die middeleeuwse woorden en termen... die we anders misschien over het hoofd gezien hadden. Ja, jij niet, maar de lezer misschien wel. Echt helemaal terugbracht. Hè? Dus beweerde dat jij zijn beste student mediavistiek was. Terwijl je dat nooit gestudeerd hebt. Nee, dat klopt. Maar ik heb Herman Pleij gevraagd... Als bewonderaar van zijn werk. Ik heb de sneeuwpoppen in Brussel, van Brussel gelezen. Ja.
Dromen van Cocagne, Gevleugelde woorden, die ik trouwens, hij vroeg mij om dat te presenteren. Dus dat is een wederdienst. En ik dacht, hoe zou hij gewoon zo'n moderne roman lezen? Ja. En natuurlijk herkent hij middeleeuwse woorden. Maar dat die las hij goed, want hij hield een toespraak met, ik meen, 16 velletjes van een half uur. En nog boeiend ook. Dus het kan. Waarom ik daar zo over begin? Dat was een presentatie van een schrijver die midden in de wereld staat. En dit is eigenlijk een roman van een schrijver die op een bepaalde manier een innerlijke wereld betreedt en daarin blijft en ons daar deelgenoot van maakt. Een wereld van beelden, van kleuren, van delirium. Zo zeg je delirium, ja. In ieder geval een andere wereld dan je daar liet zien in die presentatie. Daar was jij opeens de wereldse Hafid Bouazza. En in het boek was je een en al innerlijk op een bepaalde manier. Zie je het zo of niet? Vind je het grote onzin? Mag? Ik vind het geen onzin als je het zo ziet. Maar ik zie niet in hoe die twee werelden, zoals je zegt, de innerlijke wereld en de uiterlijke wereld, elkaar zouden uitsluiten. Ik zou zeggen, integendeel. Ja. Er bestaat geen innerlijke wereld zonder buitenwereld, nog een buitenwereld zonder innerlijke wereld. Mm-hmm. Maar het leek alsof allerlei fantasieën die je kunt hebben of beelden die je kunt krijgen opeens gematerialiseerd werden in het boek. Het was opeens alsof er een soort, blijf erbij, een soort innerlijke wereld werd uitgestort in kleuren, pracht, in woorden, pracht. En je maakte ons deelgenoot van iets dat weinig mensen, denk ik, kunnen weten. Nou ja, het klopt. Het is voor een gedeelte natuurlijk een beschrijving van een ziekte die een delirium voortbrengt. Ja. En een delirium, en ik heb het altijd gezegd, een verbeeldingswereld is niet minder werkelijk dan de tastbare wereld. Mm-hmm. Maar de delirium die ik natuurlijk zelf heb meegemaakt, dat was een totaal andere kant van mijn bewustzijn, een verbeelding die ik niet eerder had meegemaakt op deze manier. Mm-hmm. Hè, dus zonder hallucinogenen, zonder andere middelen. En dat was zo ingrijpend, maar ook tegelijkertijd zo mooi. Mm-hmm. En ik dacht, hoe kun je dat in woorden vangen? Kon je het eigenlijk vasthouden, die beelden die je toen kreeg? Of heb je ze later weer opgewekt op een bepaalde manier? Oh nee, die beelden zie ik nog steeds voor me. Maar die beelden heb ik niet gebruikt. Omdat ze in een bepaalde situatie, in een bepaalde context, voor de leider, om het zo maar te zeggen, heel grappig, hilarisch of angstaanjagend kunnen zijn. Mm-hmm. Maar binnen een context van een roman helemaal niet. Mm-hmm. Dus dan moet je dat zelf gaan verzinnen. Maar om daarop terug te komen, over de innerlijke wereld en de verbeeldingswereld en dergelijke, ik ben ervan overtuigd, dan heb ik hier meteen mijn literaire motto, en ik weet niet wat jij ervan vindt. Ik ben ervan overtuigd dat literatuur sensatie is. Zoals een film kijken, erotiek, muziek luisteren, verliefd worden, eten, noem maar op, sensatie is. En die vorm van literatuur, hoe je die sensatie nou meemaakt, of je jezelf vereenzelvigt met de karakters, of je de plot volgt, of je wilt weten wie de moordenaar is, of je ziet de beelden voor je die de schrijver beschrijft, dat is zijn sensatie. Ja. En daar, en ik probeerde omdat ik een sensatie had meegemaakt die ik niet eerder had meegemaakt. Maar ik ben ervan overtuigd dat literatuur een vorm van sensatie is. En zo probeer ik ook te schrijven, om die sensatie over te brengen. Mm-hmm. Wat vind jij daarvan? Nou ja, dat is de klassieke val van de interviewer. Nee, dat hij een vraag krijgt en die gaat hij naar de ijdelheid ook de beantwoorden. En ik ga het doen. Mag ik alvast een nieuw beeld? Wat ik ervan vind, is dat jij in het begin van je loopbaan, 1996, de voeten van Abdullah, toen definieerde je ook literatuur. En je zei, literatuur is een moeilijk genot. Dat had je van Harold Bloom. Ja. En dat vond ik prachtig. Dat is me altijd bijgebleven. En nu zeg je, het is sensatie. Zie je dat als twee verschillen? Nee. Want wacht even, als een schrijver dan een sensatie probeert over te brengen, zoals bijvoorbeeld de grote meester Nabokov, als geen ander kon doen in mijn ogen, dan moet je natuurlijk bij het lezen nog steeds een bepaalde
drempel omstijgen. Mm-hmm. Dus lange zinnen, soms woorden die je niet kent. En het is tegelijkertijd ook een ontdekking dan. Mm-hmm. Hè? Dan leer je nieuwe woorden kennen, dan leer je nieuwe sensaties kennen. Maar ontdekking is ook een sensatie. Mm-hmm. Toch is er iets heel schrijnends in het boek. Hè? Dat is, je hebt die prachtige wereld, die ongekende wereld. Ja, nou ja, je bent een taalkunstenaar. We zullen je niet al te zeer gaan prijzen, maar dat is wel nodig eigenlijk. Zo mooi is dat. Nou, maar tegelijkertijd, de hoofdpersoon, die ligt op een gegeven moment in het ziekenhuis. En dan wordt er met hem gecommuniceerd door artsen, verplegend personeel. En dat is van een prozaïsche, van een nuchtere taal juist. Dat is een heel andere wereld. Hij heeft die wereld, die gevaarlijke wereld van het delirium en van het ongekende verlaten. En dan komt hij in die wereld terecht. De nuchtere wereld van alle dag. Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. En dat is... maar dat is niet minder vermakelijk of wat dan ook. Maar als je het goed... hij voelt ook de hele tijd die bijzonder zachte vingertoppen van die verpleegsters, mm-hmm. van de artsen, ja. over zich heen. Ja. En het is, nou ja, ik kan zeggen, ja, natuurlijk is dat gedeelte is echt autobiografisch. Maar ik was zelf toen ik in het ziekenhuis zag, het viel me werkelijk, dat was over sensatie gesproken, hoe teder die aanraking is van die vingertoppen van een internist, van mm-hmm. een cardioloog, alles wat je om je heen krijgt, en van die verpleegsters. Ik weet nog dat die verpleegster, ik weet niet uit welk land ze kwam, maar ze zei altijd Bauza, meneer Bauza. Portugees? Ja. Ik had een katheter in. Ze zei, dit gaat even pijn doen. Bauza, zei ze toen. Nee, ja. Ze kon mijn naam niet uitspreken. Maar ze legde haar vingertoppen op mijn buik, die heel erg opgezwollen was. Nu niet meer. Legde haar vinger rechter en met de andere hand trok ze dus die katheter uit de pisbuis. Ja. En toen zei ze, dit gaat even pijn doen. Maar toen ik die vingers voelde, dacht ik, natuurlijk gaat me dat niet pijn doen. Ja. Maar het deed zo'n gigantisch pijn. Maar tegelijkertijd voel je die echt hele tedere vingertoppen op je buik. Dat is ja, maar dat is echt, ik meen het echt, ik ben niet aan het overdrijven. Het was een wereld van vingertoppen, van tedere vingertoppen. Je beschrijft dat het ook als een heel veilige wereld, de wereld van het ziekenhuis. Ik heb geprobeerd, het is altijd, kijk, als ik moet de hele tijd moet zeggen wat ik heb geprobeerd, maar ik heb ook veel vergelijkingen met edelstenen, want ik wil het als een soort paleis laten lijken, weet je wel. Ja. Dus de kleren van de witte kleren van de verpleger zijn als parels. Ja. En de blauwe dingen zijn als andere edelstenen. Dus ik heb dat ook geprobeerd om op een andere manier sprookjesachtig te omschrijven. Of dat gelukt is een tweede. Ja, opeens staar je me daar aan vanaf een dakterras. Oh ja, dat is waar ik woon. Dat is waar je woont, op dat dakterras? Nee, dat is mijn dakterras. Ik woon achter dat dakterras. Ah, dat verklaart veel. Mogen we nog een foto van de vroege jeugd? Altijd mooi. Van de tijd misschien. Ja, ik vraag veel van... dat is niet helemaal de vroege jeugd op zich. Kijk, dat is toch... Die andere vond ik wel leuk. Die andere was een capuchonklootzakje. Ja, en hier had ik anorexia. Welke tijd was dit? Oh, dit was voor de Linda. Linda. Dit was. Jij hebt wel in de Linda gestaan. Ja, kijk, als leuke man. Nemen ze niet meer af. En heb je dit is 2004, denk ik. 2004. Na Paravion. Ja. Ja. Dat doet een prijs met je. Maar heb je ze misschien? Oh, kijk, we gaan. Ben jij dit? Ja, dat is door die voor Vrij Nederland was dat. Hoe heette die bekende fotograaf? Bert Nienhuis misschien. Ja, die dat was zo grappig. Ik woonde toen, dat was in 2000, ik woonde in Prinseneiland. Dat was zo'n oude ophaalbrug. Mm-hmm. En hij liep naar buiten, het sneeuwde. En hij gniffelde de hele tijd, dat is echt geen grapje. Een Marokkaan in de sneeuw, dat vind ik zo leuk. En toen heeft hij die foto gemaakt. Maar
Ik moet er ook wel bij zeggen dat ik... Hij wilde ook niet dat je een sjaal deed of je moest... Nee, ik deed dat niet. Ik zat onder de heroïne. Als je goed naar mijn ogen kijkt, ik was onder de heroïne. Nou, nu ik het weet. Maar ja, daar krijg je het heel van. Heb je nog meer foto's? Nou, kunnen we nog verder terug? Kijk, dit is weer een wat foto. Dat is van dit jaar. Dit was van de NRC bij het interview van Arjen Fontijn. Oh, dat was trouwens een geweldige fotograaf. Die kwam helemaal uit Antwerpen. Tweede klas, want ze mag van Peter van der Meers niet eerste klas reizen. Belg onder elkaar. Ja. Dat was echt een hele stoere, indrukwekkende vrouw. Lang, met die laarzen. Een mooie vrouw. Echt klik, 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 klik. En zij stuurde me wat foto's op. Het was echt zo gedetailleerd. Je zag zelfs lichtelijke geelzucht in mijn ogen. En ik had ontzettende koppijn. En ik dacht dat ze nou naar huis toe ging. Toen heb ik haar later gemeld van... Mm-hmm. Het is echt geweldig hoe jij het hebt gefotografeerd. Mm-hmm. Toen zei ze dat ze heel blij was met mijn mail. Maar dit is op zich een mooie foto. Omdat het ook iets zegt van je onweld. Hè? Want ik weet... Als ik je tegenkom, dan begin je over een striptekenaar die ik niet ken. Of je hebt een speciale editie van een Scorsese-film... waarin dan de man die model heeft gestaan voor de held in Goodfellas... dan aan het woord is en zo. Je bent altijd wel bezig met, zoals ze dat vroeger zelfstudie noemden. Oh, niet zelfstudie. Maar het is grappig dat je over film begint. Maar nee, er zijn natuurlijk verschillende kunstvormen die mij... fascinerend, laat ik zeggen, een obsessie voor mij vormen. We hebben samen een keer, weet ik nog, over strips. Bunny Wrightson, ja. Die jij... en film vind ik zo fascinerend. Het is de jongste kunstvorm die we kennen, een eeuw lang. Mm. En ik ben ervan overtuigd dat film een ontzettend invloed zal hebben op literatuur... Mm. En dat film zichzelf nog veel meer kan ontwikkelen dan het nu al gedaan heeft. Bedoel je dan wat nu door Manon Uphoff is gezegd... Hè, dat we heel goed moeten kijken naar dvd-series... omdat je daar meer mogelijkheden hebt om een personage verder te ontwikkelen dan in een roman? Nee, dvd-series zijn gebaseerd natuurlijk op de feuilletons van Charles Dickens en Thackeray... Balzac, de 19e eeuw, die grijpen juist terug. Trouwens, heel Amerikaan. Nee, de film moet nog de kern van zichzelf vinden. En dat is de visualiteit. En visualiteit is niet alleen maar een beeld. Het is een gelaagd beeld. Mm. En we hebben natuurlijk Tarkovsky, Stanley Kubrick, Martin Scorsese. Martin Scorsese, die neemt film in de letterlijke betekenis des woord cinema, komt van het Griekse kine, is van bewegen. Mm-hmm. Het is constant met camerabewegingen bezig. Je hebt ongetwijfeld La Grande Bellezza gezien. Mm-hmm. Dat begin, dat is elke shot is van de ene camerabeweging naar de andere, alsof er een bal wordt overgegooid. Mm-hmm. Dus het is beweging, het is beeld, het is kleur, het is geluid, het is muziek, het verenigt opera, theater, schilderkunst, literatuur in zich, noem maar op. Mm-hmm. En als je dat allemaal samenbalt, en dan moet je dan, als je daaruit kunt breken, dan krijg je film als kunstvorm. Mm-hmm. En als je dat dus naar de literatuur overhevelt, dan is de kracht die we kunnen lenen van de film een soort meerduidig vertellend beeld. Nee. De literatuur heeft dat natuurlijk al lang geëxploreerd. Ik denk dat het meer te maken zal hebben met de concentratie voor het lezen. Mm-hmm. Want je hebt een boek, dat zijn gewoon een paar pagina's met letters erop, mm-hmm. en woorden erop. Mm-hmm. Dus het zal vooral onze manier van lezen beïnvloeden. Mm-hmm. En daardoor ook de manier van schrijven. Mm-hmm. En ik vind dat helemaal geen slechte ontwikkeling. Heb jij in je oeuvre dat al geraakt, zo'n manier van schrijven? Heb je het idee dat je daar al in de buurt bent gekomen? Oh, nee. Wel als lezer. Ik zou niet meer bijvoorbeeld zo'n Le Rouge et Le Noir gaan lezen. Mm-hmm. Of Don Quixote. Mm-hmm. Ik heb Don Quixote, het eerste deel heb ik toen gelezen, het tweede deel, wat eigenlijk veel beter is, een paar jaar later. Ik heb James Joyce, heb ik
15 jaar over gedaan. Hmm. Om het uit te lezen of sowieso om eraan te beginnen? Nou, ik vond het als een soort verplichting. Ja, dat vinden we allemaal. Ja, dat is waar. En het wordt maar vertaald en vertaald en dan moet je weer... Ja, het is namelijk geen literatuur meer, het is literatuurwetenschap. Hmm. En Finnegans Wake heb ik gelezen omdat jij mij vroeg of ik het wilde recenseren. Ja. En dat was een van de mooiste dingen die mij zijn overkomen. En ik moet eerlijk zeggen, sindsdien vind ik Finnegans Wake veel makkelijker door te komen dan jullie zes. Wat ik wil zeggen is, sinds we televisie hebben en bioscoop, hebben deze twee media bepaalde dingen uit handen geslagen van wat literatuur vroeger was. Mm-hmm. En ik vind dat niet slecht of goed. Dus, maar als schrijver probeer ik niet een film te imiteren. Maar ik zie wel, als ik schrijf, dingen gewoon in beelden vormen. Mm-hmm. Ja? En ik hoor dingen. Maar alle, denk ik, grote, nou ja, laat ik zeggen, goede kunst is natuurlijk bewust van zijn beperkingen en beïnvloedt elkaar. En, excuseer. Dus ik denk dat, dat het vooral de lezer zal beïnvloeden. En de lezer zal natuurlijk ook de schrijver beïnvloeden. Mm. Al was het maar omdat lezers je boeken links laten liggen of wat dan ook. Maar dat is ook een manier van, dat is ook een soort evolutie natuurlijk. Mm. Mm-hmm. Toch, als ik terugdenk aan het allereerste interview dat je gaf, ik weet niet meer aan wie, met de voeten van Abdullah, je verhalenbundel waarmee je debuteerde. Toen werd je gevraagd, iedereen sloeg achterover van de taal die je gebruikte. En toen ontstond de mythe, en die was ook voor een deel waar, van hij gebruikte allemaal middel-Nederlandse woorden die niemand meer kent. En die vitaliseert hij, die stopt hij in zijn boeken. Maar er werd je ook gevraagd, wat zijn nou je literaire helden? En toen zei je Nabokov en de vertellingen van 1001 Nacht. En Geert en Gossaard. Ja, heb je ook nog. En zelfs Gezellen, maar die vergeet ik even voor het gemak nu. Maar, ja, het was een Belg. Ik hoor nooit meer die vertellingen van 1001 Nacht. Ben je daar een beetje klaar mee? Oh, helemaal niet. Nee? Maar een paar jaar geleden, was een van de leukste opdrachten die ik had. Neeme Jervi, de bekende dirigent, die speelde met het residentieorkest hier in Den Haag. De suite Shahrazad. Shahrazad is natuurlijk de vertelsel van Hij heeft ook de symfonie van Nielsen prachtig uitgevoerd. En ook Shostakovich. Ja. Prachtig dirigent. En toen hebben ze mij gevraagd... En dan vragen ze jou weer, kijk. Hebben ze mij gevraagd om tussen de stukken door iets te vertalen uit het Arabisch dat te maken heeft met 1001 Nacht. En ik heb een paar gedichten, namelijk heel veel poëzie in voor in de 1001 Nacht. Toen heb ik een paar, want het vertaald, en dat werd door een actrice, ze heette Dunia, was Marokkaanse actrice, werden ze dan voorgedragen, behalve drie gedichten, want deel 1 en 2, mm-hmm. Nee sorry, deel 2 en 3 zijn attacca, dus die moeten achter elkaar opgevoerd worden. Toen heb ik hem leren kennen, dat was zo'n grappige vent, dat was echt ontzettend leuk. Mm-hmm. Ja. Dus dat, ben ik daar nog steeds mee bezig, maar het is op een gegeven moment zit het in je systeem. Mm-hmm. Dus 1001 Nacht is, hoor je daarmee? Ja, maar 1001 Nacht is natuurlijk een cultureel fenomeen. Het is na de King James vertaling, mm-hmm. is het de eerste werkelijke samenwerking tussen Oost en West. Mm-hmm. Want er was helemaal geen manuscript met 1001 Nacht. Mm-hmm. De manuscript die Galland in 1704 heeft vertaald, die bestond uit 202 nachten of zoiets. En die is bewaard gebleven in de bibliotheek in Paris. Mm-hmm. En die is ook in het Arabisch uitgegeven. Mm-hmm. Ik heb dat. Wat Galland dus deed, die ging dan aan andere mensen. Het werd dus gewoon een hele handel. Mensen gingen dus die 1001 Nacht voltooien. Mm-hmm. Het was de eerste het was de perfecte multiculturele samenwerking. Mm-hmm. Galland nam een Maronitische monnik mee, die heette Hanna. En die heeft het verhaal van Aladdin en de Wonderlamp, het bekendste verhaal uit 1001 Nacht.
En we hebben de dagboeken van Gallo. Daar heeft hij een paar aantekeningen gemaakt. En daar heeft hij het hele verhaal uit verzonnen. Het vliegend tapijt, dat heeft Antoine Galland verzonnen. Wrijven over een lamp waar een genie uitkomt, dat heeft Galland verzonnen. In de eerste verhalen had je een kruik waarin de djinns door Salomon werden gevangen gezet en dan in de zee gegooid. En dan als een visser ze dan eruit haalde, dan opende hij dan die kruik en dan kwam zo'n djinn eruit. En die zei nee, je mag 3 wensen doen. Nee, die zei, je mag wensen hoe ik jou dood. Dat is niet gezellig, hè? Nee. Nee, en weet je waarom? Omdat die djinn zegt, ik heb de eerste 1000 jaar, dacht ik, de eerste die mij nu redt, die geef ik alle rijkdommen van de aarde. 2000 jaar later dacht ik, nou, als hij komt, dan geef ik hem een paradijs. 3000 jaar later was ik zo gefrustreerd. Dan dacht ik, degene die mij nu bevrijdt, die hak ik de kop af. Ja. En hij krijgt de keuze om te bepalen hoe hij zelf sterft. Het is volstrekt voorstelbaar. Maar het is toch prachtig? Wat is nou leuker? Dat is het cynisme van de ene kant. En wat in de 18e eeuw, en eigenlijk toch nog steeds tot nu toe, ondanks iets en noem maar op, het Westen graag wil van het Oosten, is een soort geloof in magie, in wonderen, die het Westen vanaf de verlichting heeft verloren. En daar hebben ze New Age en de Beatles voor teruggekregen. Dit is de mooie literaire, culturele kant. Tegelijkertijd heb je ook een even mooi geformuleerde, maar vrij harde non-fictie kant, als ik het maar zo zeg. Je hebt essays uitgebracht, een essaybundel. En je schrijft nu ook voor de site Yalta. Daarvoor heb je voor NRC vrij veel stukken gemaakt. En wat ze gemeen hebben is eigenlijk dat ze een bepaald waandenken corrigeren. Het waandenken over de nobele wilde. Je verdedigt daarin de vrijheid. Je verdedigt daarin de rechten van de vrouw, de rechten van homo's. Allemaal, je gaat dwars in tegen het idee, wij moeten alles maar toestaan omdat het hun cultuur is. En dat noem je dan hun folklore eigenlijk. Dat is eigenlijk iets wat je al deed in de voeten van Abdullah, je verhalenbundel. Maar je blijft daarmee doorgaan. En dat doe je dan, je bestrijdt ze, de imams die alles willen verbieden, met enorm veel humor en mooie zinnen. Waar haal je dat vandaan? Kijk, dit begrijp ik, die culturele kant. Maar waar haal je het vandaan dat je door kunt blijven gaan? Meeste mensen die daarmee, dat is, moet ik mijn vraag verklaren. De meeste mensen die dat doen, die worden er moe van. Want het is, lijkt wel vechten tegen de bierkaai op een bepaalde manier. Dat is ook zo. Het is soms ook vermoeiend. En ik moet zeggen, voordat ik daaraan begon, heb ik heel veel met Gerrit Kommerij, Bas Heijnen, Connie Palme, Jan van Aken. Dus allemaal steun ze, je moet het doen, je moet het doen. Ik zei, maar als ik het eenmaal doe, dan kom ik er niet van af. Want zij doen het zelf niet, hè? Ja. Nee, ze deden het zelf niet. Kommerij had het wel gedaan. Ja. Van Gouden Woorden. Morgen heten we altijd allemaal Ali. Vooral Jan van Aken, die ken je wel. Ja, die pushte mij. Toen in 2002 heb ik voor het eerst een NRC dat stuk geschreven. En dan kom je natuurlijk in die mannenmolen terecht. Maar ik denk waarom ik het steeds blijf doen, is omdat ik er werkelijk in geloof. Kijk, het is werkelijk een verschil om in vrijheid te worden geboren. Ja, waar je dus vanaf kinds af aan allerlei keuzes hebt, dit. Of dat je die vrijheid moet bevechten. En ik heb, ondanks mijn de relatieve vrijdenkendheid van mijn moeder en de familie eromheen, heb ik echt ontzettend moeten vechten voor die vrijheid. Want jij bent nog net in Marokko geboren. Ja, ik was 7 toen ik naar Nederland kwam. Ja. En als je dat eenmaal hebt, die vrijheid die voor, vind ik, in Nederland vanzelfsprekend was. Die vrijheid heb ik hier in Nederland voor het eerst opgesnoven. Mm-hmm. En als ik eenmaal die vrijheid heb, die laat ik nooit meer los. Mm-hmm. En als ik dan constant merk, ik heb geen enkele illusie dat mijn woorden effect ergens op hebben. Maar zolang dan ik dat tegen tekeer kan gaan, tegen die bedreiging van vrijheid. Het is namelijk ook de vrijheid om in wonderen te geloven. Het is ook een vrijheid om
om die folklore. Mm-hmm. Het is zo belangrijk. En ik denk dat het verschil is. Ik zal dat blijven doen. Ook al word ik er moe van en ik weet dat ik mezelf herhaal. En ik weet dat er angst is. Ik laatst een interview met Theodor Holman en Max Pan, weet je wel. Zei ja, Theo van Gogh, Hans Theeuwen. Op een gegeven moment zegt op televisie, ja, ik durf dat niet. Mm-hmm. Dan denk je, wat krijgen we nou? Ja, het enige wat ik kan zeggen is, van, is dit het Nederland waar ik in ben opgegroeid? Mm-hmm. En het moment als je vrijheid leert kennen, mm-hmm. ja, dat laat je gewoon niet... Tenminste, ik. Mm-hmm. Ik laat dat nooit meer los. Mm-hmm. Het is ook... Ik zal nooit naar de rechter stappen van die heeft dat gezegd, mag niet. Ik zal nooit tegen iemand zeggen, dat mag je niet publiceren of wat dan ook. Onzin. Verbod werkt niet. Maar vrijheid blijkt. En dat is misschien... Nou, ik zou niet zeggen traumatisch, maar wel chockerend voor mij. Dat vrijheid opeens in Nederland niet vanzelfsprekend was. Terwijl ik dat als kind, een opgroeiende... Als kind in Nederland, dacht hey, dat is hier. Het was bijna een natuurwet. Mm-hmm. Maar dat is het niet. Mm-hmm. En daar moet je voor blijven vechten. En ik zal nooit voorop lopen in een demonstratie. Maar het weinige wat mij ten dienste staat, mijn woorden, die zal ik altijd gebruiken om die vrijheid te beschermen en te verdedigen. En te bezingen vooral. Dat is mooi. Mag ik een nieuw beeld? We zijn er helemaal doorheen. Ik kom niet verder aan hoor. Als je dat wilde laten zien. Ik wilde, dat is een zeker, dat is gruwelijk. Maar ik wilde gewoon even dat beeld. Toen jij helemaal begon. Hè, daar moeten we toch altijd naar terug. Hè? De kern en... Ja, dat was die dan met heroïne in de sneeuw. En ja. Dit was bij is er niet nog één misschien uit de trille jaren 90? Nee, net nou, deze dan. Nee, dit was 2002. Mijn god, de elementen protesteren. ik weet van jouw uitgever, Mark Spijkers van Prometheus, dat hij je echt heeft moeten dwingen om eerst Spotvogel te schrijven, roman te schrijven, want jij was helemaal... Sorry, heeft hij mij moeten dwingen? Nou ja, dat is het verhaal. Sorry, nee, dat is... Hier ontstaat modern gezegd een fitting. Dat klopt echt niet, hoor. Mij heeft mij nooit ergens toe gedwongen, want mij... Hij heeft je verleid. Nee, ook niet. Nee. Hoe heeft hij het dan gedaan? Hij heeft niks gedaan. Ik kom met ideeën en ik vraag om een voorschot. Maar het was toch bekend? En hij zegt ja of nee. Ja, okay. Dat is... Oh, zo praat hij dus over mij. Dank je wel. Ja. Nee, maar het is echt niet zo gegaan. Nee, echt niet. Wat ik ermee wou zeggen is... jij was verzonken in die Arabische poëzie die je maar bleef vertalen en vertalen. Ik zou je toch zeggen. En de mensen dachten, waar blijft zijn roman? Ja, maar die vertalingen... En dankzij Mark Spijkers... Ach, houd toch op, man. Ja, dat zou hij graag willen. Ik heb mij nog eens een keer op een boekenbal gezien. Harm Ede Botje of Harm Botje Ede? Ja, je hebt er twee. Nou, die flikker. Je weet wel, die dat boek in Egypte, dat die zich liet pijpen door tandeloze oude mannen. Ik heb het net gemist. Harm Ede Botje. Ja. En hij had hem tegen de muur geduwd. En hij schreeuwde tegen hem. Ik heb jou gemaakt, klootzak. Ik heb jou gemaakt, klootzak. Dat is onzin. Hij heeft mij werkelijk niks opgedrongen. Sterk nog, deze maand verschijnt een nieuw boek met vertalingen uit het Arabisch. Bij Prometheus. Christelijke gedichten, vrede is deze nacht. Dus je bent eigenlijk helemaal niet te sturen. Nee, natuurlijk niet. Ja. dat is niet trots of wat dan ook. Ja. Je gaat niet schrijven om onzelfstandig te zijn. Nee. Je hebt je ook nooit ZZP'er genoemd en dat soort dingen? Nee, ben je gek. Dan moet je alleen maar belasting betalen of zoiets. Ik heb begrepen dat dat moet, maar ja, dat...
die foto hè, waar ik naartoe wilde. Ik zit maar te bedelen en te hengelen, maar hij is er niet meer. Ook die is verdwenen. Dat was die foto dat jij dan helemaal begon. Als een soort, ja... Je kwam uit het niets voor ons dan. En voeten van Abdullah. En opeens was je daar. En ja, je kondigde een volwassen oeuvre aan. Kan je nog teruggaan naar dat moment? Want het was begin jaren 90. Je eerste boek kwam uit. Daarvoor... Je had Arabisch gestudeerd, je hebt met Jan van Aken op een kantoortje gezeten, bij een van de rare stichting. Hij vertelde me dat je toen ook al brandde van ambitie. En je wist toen al, bij de eerste ontmoeting, ik citeer nu hem, ik hoop niet dat het weer tot een fitty leidt, er komt een oeuvre. En dat is er ook wel gekomen. Nou ja, het is Jan van Aken geweest. Ik was nog aan het studeren en ik schreef gewoon voor mezelf. Ik had de hoop eerlijk gezegd opgegeven dat ik zou uitgeven. En het was Jan van Aken die mijn verhalen aan... was toen Oscar van Gelderen, die was uitgever bij Arena. Ja, Arena. Dat is het onderdeel van Maarten Muntinga. Kijk, laten we eerlijk zijn. Ik heb natuurlijk toen in 1995 was het eerste korte verhaal gepubliceerd. Ik heb natuurlijk ook ontzettend veel. Veel is mij komen aanwijzen. Ik was Marokkaan, ik was jong. Mustafa Sitou had net zijn dichtbundel gepubliceerd. Mm-hmm. Benadi had net zijn roman gepubliceerd. Mm-hmm. Dus dat was die Marokkanen hype. Mm-hmm. En daar heb ik. Ja, en nee, ik schaam me daar niet voor. Wat dan maar nog. Van meter van maar, heb je nee, het maar tegen dat is gewoon een, het is, ja. Het is dat factor geluk dat bij alles ja. Meespeelt. Ja, maar tegelijkertijd heb je van meter van je daar tegen afgezet. Ja. Je wilde ook eigenlijk nooit, hoe werd dat toen genoemd? Een Nederlandse auteur van Marokkaanse komaf. Dat wilde je ook nooit genoemd worden. Of een, ja, maar op een gegeven moment, ja, ik vond het toen wel heel... Belangrijk, want ik was natuurlijk, ja, ik was 26, 25. Ja, het is dus 20 jaar geleden. En ik was nog in die strijd van hoe moet ik mijn zelfstandigheid en de marketing, de PR, met elkaar verzoenen of met elkaar van elkaar scheiden. Mm-hmm. Maar ik, toen ik mijn eerste uitgever was Hilbrand Gringhuis. Die is nu uit het uitgeverswereldje. Maar ja, ik wist wat ik wilde. Maar ze zijn natuurlijk allemaal kritische romanschrijvers. En ik wist ook natuurlijk, ik had bepaalde dingen mee. Dat, laten we daar niet hypocriet over doen. En ik vind dat echt helemaal niet erg. Ja, Marokkaan en noem maar op. En, en dan die moeilijke woorden. En de middeleeuws en noem maar op. Ja, als ik. Ja, dat natuurlijk werkt dat. Dat heet de extra diegetische dingen hè, in literatuurwetenschap. Ja. Maar. Dus er is heel veel in mijn schoot komen aanwaaien. En ik heb echt heel veel geluk gehad wat dat betreft. Toen met Momo, dat zich niet afspeelde in Marokko, merkte ik dat de kritieken ook negatiever begonnen te worden. Toen dacht ik, aha, nu word ik serieus genomen. Want daar gaat het om. Ik kan me jouw recensies nog herinneren over Momo en de voeten van Abdullah. Bij de voeten van Abdullah schreef dat ik in ieder geval kon schrijven. Dat zo eindigde je mee. Maar het is werkelijk... want Elsbeth Etty had bijvoorbeeld over Nijmegen Bezijs... De Weg naar het Noorden, haar eerste boek... had ze het sympathiek genoemd voor een Marokkaanse schrijfster. Dat is natuurlijk dodelijk. Ja, echt. Dat is echt een belediging. En ik had dus gezegd dat je kon schrijven. Ja, het is een glorieus bewijs van te kunnen schrijven. Kijk, ja, zo vergeet je nooit, schat. Ja. Nee, maar het schat is... gaan om... Als... Ja. De regie is weg. Dat deed ik. Ja. Nee. Maar het is wel zo. Kijk, ja, maar vergeet de leeftijd ook niet. 26, ik was echt een broekie. Ja. En, dan deed ik, en ik schreef al vanaf mijn 11e en op mijn 18e dacht ik... De spookstand, het eerste verhaal in de voet van Abdullah. Dan heb ik van mijn 18e steeds zitten herwerken. En uiteindelijk werd dat gepubliceerd. In een boek. Die slaat het boek open en daar staat spookstand. Dat is nog... Wat ik denk nog steeds het beste wat ik heb geschreven. Het was, je moet op een gegeven moment het succes niet naar je hoofd laten stijgen. En je denkt, ja, lees mijn boek en ik wil niet sympathiek gevonden worden. Ik wil niet aardig gevonden worden. Wat vind je van het boek? Oké, dit is het perfecte bruggetje naar het voorleesmoment. Wat is de hele Bouazza? Zou je daar... een proeven van kunnen voorlezen?
Een heleboel, hè? Nou ja, ik bedoel, ik noem het zo. Maar gewoon de boy, je zei de boassa, wat zijn het allemaal? In ieder geval, het kwam erop neer dat je dan iets schreef. Nou ja, laat ik gewoon deze alinea. Een willekeurige? Ja, oké. Ik kom er zo op. Ja. Dit was een nacht van de dag dat hij werd binnengebracht van pijnen die door hem heen voeren alsof er stalen pinnen in zijn mild en galblaas werden geboord. Dolofine hielp niet, maakte zijn rogkrommende pijn enkel erger, totdat een dolksteek van morfine hem verzachting en slaap bracht. Hij had al lorazepam gekregen en baclofen. Tramadol deed later zijn intrede. Een ware processie van een intrede. Mooi. Kort maar krachtig. Dankjewel. Dankjewel. Okay. Dank jij wel. Dames en heren, er doet zich nu een volstrekt nieuwe ervaring voor mij aan mij voor. Ik mag nu een prijsvraag. Daar mag ik iets mee doen. Het is de bedoeling dat je bij antwoord 1, ben ik het al kwijt, dan moet je je linkerhand opsteken. Bij antwoord 2 je rechterhand. Heb je het goed, dan blijf je staan. Ja, ik heb het bijna rond. Heb je het fout, dan ga je zitten. Hier komen ze. Het is misschien handig om meteen te gaan staan, anders moet je eerst gaan zitten en weer staan. Okay? De literaire quiz. Het is niet verplicht om te staan, maar vaak gebeurt het. De eerste vraag, ik zal hem ook voorlezen, hij is goed te lezen. Momenteel draait de film Under the Skin met Scarlett Johansson als alien, als buitenaardse in de hoofdrol. Wie is de schrijver van het gelijknamige boek? En we gaan nu de trailer zien we dus nu al. We kunnen kiezen uit... Nee, we krijgen hem helemaal. Oh, we kunnen kiezen uit Michael Faber. Dan mag je je linkerhand opsteken. En we kunnen kiezen uit Jonathan Franzen. Dat is je rechterhand. Goed. Ik laat u nog even daar gezellig staan. Nu is het goede antwoord. Even kijken. Dat zou ik zelf namelijk niet weten. Faber is het goede antwoord. Goed. Oké. Dit is voor mij dus ook een test. Schrijnend sta ik hier, want ik weet de goede antwoord niet. Kijk, dit gaat wel weer lukken. Vraag 2. Als je het goed had, mag je blijven staan, hè? Wie won onlangs de Nobelprijs voor literatuur? En dan kunnen we kiezen, nou ja, daarom weet ik hem. Alice Munro of Patrick Mariona Modiano? Ja, kijk, het was Patrick Modiano. Nog steeds staan er ijzingwekkend veel mensen. Vraag 3. In het volgende filmfragment imiteert Adriaan van Dis een politicus die literatuur dom geneuzel vindt. Welke politicus uit het huidige kabinet wordt hier geïmiteerd? Literatuur is dom geneuzel. Kijk, bij je geneuzel wil je aanpakken gewoon toe. Dat soort feestelijke domoren kunnen hier in de politiek zetten. Dat zegt erg veel over Nederland. Ik hoop dat ik zo gesouffleerd word, want ik zou ze allebei aanwijzen. U kunt kiezen uit Fred Teeuwe of Ivo Opstelten. Teeuwe, de waterpoloer. Oké. Vraag 4. Welk boek werd onlangs bekroond met de Man Booker Prize? We kunnen kiezen uit het boek van Richard Flanagan. En we kunnen kiezen uit het boek van Karen Joy Fowler. Fowler, maar hoe spreek je dat? Fowler. Oké. Flanagan dus. Dank u. Dan zijn we nu aan de laatste vraag en dat is een moeilijke. Ik geloof dat we nog...
een man of 7 hebben. Wie staat? Nu komt een vraag die je niet met een hand kunt beantwoorden, maar waarbij je iets moet zeggen. En het is goed als je in de buurt bent. Ik vertel alvast, Pierre, de geweldige prijzen die je op de band kunt aantreffen. Dat zijn boeken van, ik hoop niet deze exemplaren, maar ik ben ook bereid mijn offer te brengen. Gustav Peek, Godin Held en het boek van Hafid Bouazza, Meer is Win. De vraag. Voor de hoeveelste keer werd dit jaar de Nobelprijs voor literatuur uitgereikt? Kijk. Hier is 52 gezet. Eenmaal andermaal, wie heeft nog wat? 180? Sorry? Wacht, dit gaat niet zo snel. Nog een keer, jij zei 100? 100? Jij zei 80? En u zei? 60. U staat nog? 40? 82? 73? Ja. Ik geloof dat ik nog één staand iemand, het kan aan mijn kippigheid liggen, over het hoofd gezien. Ah, u heeft nog niets gezegd. 70. We hebben ze allemaal gehad. Iedereen heeft zijn zegje gedaan. Ja. Het was, ik geloof dat 100 het meest in de buurt was. Het was 109. Van harte gefeliciteerd. Oké, alsjeblieft. Ja, dank u wel. Dames en heren, dit was het programma. Ik wil u er wel op wijzen dat, dat boekhandel Paagman achterin de zaal staat. En die staan daar niet zomaar, die hebben boeken, dat doen boekhandels. En die boeken kunt u laten signeren. Ik wil nu van de gelegenheid gebruik maken om allereerst de organisatie van Literatuur Late Night. Voor mij een ongekende nieuwe ervaring. Voor u waarschijnlijk al heel vertrouwd, anders was u niet allemaal hier naartoe gekomen. Te danken voor hun geweldige voorbereiding, voor hun inzet en voor al het multimediale en moderne waarmee een mens vandaag tot zijn vreugde geconfronteerd wordt. Ik wil u bedanken, want u had ook naar verschrikkelijke dingen kunnen gaan. U koos hiervoor. Dat is al een felicitatie waard. Dank u wel, kortom. En ik wil vooral de beide schrijvers danken voor A, hun boeken, het feit dat ze schrijven, en B, voor hun aanwezigheid. Dank jullie wel.